Dit weer, dames en heren, van mijn volgende gast. Een van de beste DJ's ter wereld. Op 27 oktober geeft hij een megaconcert. Full on Ferry in Ahoy. Maar nu is hij eerst hier. Geef hem een groot applaus. Super DJ Ferry Korsten. Vrijdagavond, Ferry. Ja, dat is toch mogelijk? Inderdaad. Je moet normaal gesproken draaien natuurlijk altijd. Maar speciaal voor ons vrijgenomen op vrijdag hier. Speciaal. Het belletje kwam binnen. Ik denk, nou, dat moet ik doen voor Jens. We zijn alles cancelen. Maar je komt net uit Amerika, klopt dat? Ik ben net twee weken in Amerika geweest. En waar ben je dan? Want is dat alleen New York of ook Miami en zo? Ik ben begonnen in Minneapolis, San Francisco, LA, New Orleans, Tampa, New York. Terug naar beneden naar Miami. En toen nog even naar Toronto. Even in twee weken allemaal. En dan terug naar... Ik vind jou nog steeds bizar. Want jij bent nog steeds zo'n really relaxed, normale gast. Terwijl als je zo'n leven leidt, wat altijd 's nachts natuurlijk ook is. Ja. Ik kan me zo goed indenken dat je een of andere doorgesnoven Natasia wordt of zo, zeg maar. Die heb ik inderdaad net even gezien. En volgens mij is dat net een gaatje te veel voor mij. Ik vind het net een gaatje te veel. Maar je houdt het gewoon cool, you keep it real of zoiets. Ja. Het is weet je wel, als je meteen losgaat, zeg maar. Yeah. Dan trek je de laatste show echt niet. Het vliegen erbij en het vroeg op en al die onregelmatige tijden. Maar je zit denk ik wel je hele leven een beetje in een jetlag, of niet? Ja, toch wel. Ik bedoel, vanochtend aangekomen? Ja, ik zit nu ongeveer nog op... het is al wat later. Boltijd, zeg ik hier. There we go. Proost, je ziet mij nu een beetje zo gaan. Zo van. Ja, het is echt zo'n... Je voelt je een beetje van die rubberen benen. Rubberen benen. Hey, en Ibiza, was het mooi weer deze zomer of niet? Ibiza was prachtig. Jij bent uitgeroepen daar tot nummer 1 trance-dj van Ibiza. Dat klopt, ja. Ik vind alleen die lijstjes tegenwoordig van die DJ's... Je wordt er helemaal gek van. Er zijn er veel te veel. Wat deze betreft... kijk, Ibiza is natuurlijk in de zomer toch het epicentrum van de dancemuziek. Ja. Je kan daar, als je een week op vakantie gaat... kan je gewoon elke DJ die je zou willen zien, kan je daar zien. Het is een beetje wat show is voor Las Vegas, zeg maar. Ja, is eigenlijk wel. DJ's is Ibiza in de zomer, hè? Dus goed, en dan heb je dus de verschillende genres en de verschillende avonden die bepaalde genres programmeren. Zoals Cream in Amnesia, waar ik dan sta. De ene zaal is dus is house en wat meer het groovy gebeuren. En de andere zaal, tenminste waar ik dus sta eigenlijk, die andere zaal, dat is meer de trendsound eigenlijk, het echte handen in de lucht. En daar was jij nummer 1. En dit jaar ben ik ermee gekozen. Ja. Heel goed. Hey, 27 oktober, groot feest in Ahoy. Ja. Is dat nou de eerste keer dat je in Ahoy staat of niet? Dat is wel voor mij de eerste keer in Ahoy wat betreft een eigen ding. Ja. Hey, Full on Ferry. Ja. Full on Ferry. Ik moet je, Full on Ferry eigenlijk. Het klinkt een beetje als een gay pornofilm, eerlijk gezegd. Oh, dat vind ik een goeie. Heeft het in ieder geval seksappeal, toch? Maar niet voor het juiste publiek, zeg maar. Nee, Full on Ferry. Maar ja. Het is, jij gaat 8 uur achter elkaar draaien. Ik vind dat altijd zo bizar. Ja, komt er dan nooit even een stand in of zo? Ik heb wel gekozen om het een beetje anders te doen. In plaats dat ik 8 uur helemaal solo sta, heb ik bekende en bevriende DJ's uitgenodigd. Ja. Die dus bij mij op het podium komen te staan. En ze hadden dus, dat noemen ze back-to-back, dat je dus om de beurt een plaat draait. Dus de hele flow van die avond, wat betreft de muziek, wordt heel interessant, omdat we zijn allemaal aan elkaar gewaagd, zeg maar. Hoe lachen is dat? Maar je weet ook niet wat hij gaat opzetten. Het is puur op het gevoel van dat moment. Het is wel op het gevoel, maar kijk, die jongens heb ik ook uitgenodigd om hun eigen ding te promoten. Dus ik weet wel dat zij ook hun dingen gaan laten zien. Zou het niet lachen zijn om dan ook Frans Bauer tussen te zetten of zo, zeg maar? Even zijn nieuwe hit opzetten. Als er een keer een goede remix komt, dan wie weet. Maar, dan kan dat. Hey, in de 27 oktober, verder de Le Grand, die komt er ook, zeg ik hier. Verder Le Grand, uit Duitsland heb ik Cosmic Gate, uit Amerika Christopher Lawrence, dus het is best wel een internationaal gebeuren. Maar het gaat ook van trends tot met verder house. En hoe laat begint zoiets en hoe laat eindigt dat dan? Dit begint, de deur gaan open om 10 uur en dan is het allemaal nog een beetje... Oké, tot 6 uur. Het is eigenlijk tot 7:30. Maar ik heb ook het geluk op die avond dat de klok nog een uurtje terug gaat. Een uurtje terug vanwege de wintertijd. Oh, je hebt nog een uur dus? Dus ik ga nog een uur langer door. Wist je dat toen je het dacht? Nee. Dat was echt... Ik heb het ook wel eens gehad. Echt heel vroeger dan in zo'n club of disco of zo. Was ook nog de tijd dat je nog uitging met mensen waar je liever niet mee uitging, zeg maar. Maar je moest dan wel afhankelijk dan van, zeg maar, terugrijden van de andere persoon. Dus dan ging het ding om 3 uur dicht of zo. En dan dacht je echt om 2 uur, lekker nog een uurtje.
of zo, weet je wel. Werd het godverdomme 1 uur, zeg maar. Moest je nog 2 uur erbij? 1 uur 's middags. 1 uur 's middags, ja, ja, heel goed. Heel goed. Hey, maar jij hebt, dus dat is hartstikke mooi, 70 oktober ja. in Ahoy. Hey, je hebt een paar dingetjes. Je gaat even ook je laatste nummer doen hier, de Race. Klopt, ja. Fantastisch. Ja. Ik heb hem hier voorbij. Je hebt hem ook top. En je hebt ook iets met onze tune gedaan, toch of niet? Nou, ik ga jullie tune eventjes draaien. Ga je onze tune remixen? Dat, kom, maar gaan we even doen. Ik wil even kijken en zien hoe je dat doet. Ja, ik zweet niet echt van jouw gesprek, nee, hoor. Maar ik heb het net een half uur gehoord. Ik heb dat ook iemand heel heftig zien eten. Wie? Daar heb ik misselijk van geworden. Ja. En ziek van Natasia. Dus wat een avond heb ik, hè? Ik pak even deze. Kijk, je hebt dus de tune van ons. De tune van jullie? Maar dat vind je niet zoveel of zo, zeg maar. Jawel, maar dat de Jensen erin, dat vind ik niks, joh. Oh, dat vind je niks? Oh, oké. Want je hebt kosten ervan gemaakt. Kosten. Nee, oké. We gaan even kijken of we geluid krijgen. Ja? Ik zie hier wat gebeuren. Dus ik heb... Ja, als jij het hoort, is het leuk misschien. Ja, dat is leuk, maar ik ga... Je weet waar... Oh, daar is hij, ja. Daar is hij. Oké, heb je hem? Dan ga ik even kijken of hier wat mee gebeurt. Komt-ie. Daar komt Ferry. Dat zou toch echt een wereldhit kunnen worden, hè? Ik denk het wel, ja. Toch? Toch, het is wel, het is wel gezellig. Een wereldhit kunnen worden als die kutnummertjes van jullie dat al kunnen worden. Zeg maar, ja, van mij, zeg maar. Nee, kijk, Jensen hier, ik heb er allemaal op gezeten. Heel goed, dat was fantastisch. Hey, we gaan nu de Race doen. Die ga jij zeg maar weer even performen. Ik heb de Race, ik heb nog wat andere dingen bij. Het is misschien wel leuk, zullen we die mensen er allemaal bij houden? Ja, ik kan wel blijven zitten, maar het is gezellig als het gebeurt. Kom maar, we hebben nog nooit eerder gedaan. Dan moeten we even wachten, nee? Oh ja, sorry. Okay. Maar we hebben nog nooit eerder gedaan, maar kom om ons heen staan. Kom, we gaan dansen. We maken er een feest van. We hebben nog nooit eerder gedaan, hè? Dit is dus voor het eerst, hè? Maar voordat we gaan beginnen wil ik even iedereen bedanken. Ja, kom, we gaan dansen met z'n allen. Ik zweet wel enorm, sorry hoor. Maar ik bedank mijn gasten van vanavond. Wie waren het ook alweer? Wie heb ik gehad? Natasia. En die man met die worsten, Piet. Piet uit Engeland, wat een wereldrecord. En Ferry Korsten natuurlijk. Wat eng om zo tussen jullie te staan, zo. Maar wel gezellig. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Doe wat, dan. Of aftrappen. Wat zal ik het doen? Doe jij? Nee. Ja? Het is weekend, per het weekend. Maandag zijn we weer. Keep the pace.